Goedendag iedereen en welkom op het kanaal Sputnik. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je je Instagram-account verwijdert. En jongens, vergeet niet, abonneer op mijn kanaal en druk op de bell notification button, zodat je niks mist. Met dat uit de weg te hebben gehad, laten we meteen beginnen. Je gaat naar Instagram en daar log je natuurlijk in. Dit is mijn Instagram-account. Profiel bewerken. Daar klik je op. En dit is hoe je hem deactiveert. Dan scroll je hier naar beneden en kun je mijn account tijdelijk uitschakelen. Je kunt je account uitschakelen in plaats van verwijderen. Dat betekent dat je account verborgen is. En dan deactiveer je hem eigenlijk. Je kunt het maar één keer per week. Je selecteert een reden. En je voert je wachtwoord opnieuw in en dan kun je account tijdelijk uitschakelen. Wil je hem nou verwijderen, dan ga je naar privacy en beveiliging. Scroll je helemaal naar beneden, naar ondersteuning. En dan klik je bijvoorbeeld op accounts blokkeren. En dan kom je op de Instagram vragen forum, soort van forumachtig. En dan account verwijderen, klik je op. En dan hoe verwijder ik mijn account? En dan klik je op de pagina je account verwijderen. En dan omdat je al ingelogd bent, dan staat er hoor je dan wat wil je. Of vind het jammer dat je account wil verwijderen. Als je gewoon even pauze wil nemen, kun je ook tijdelijk uitschakelen. Dat is dus deactiveren. Waarom wil je hem verwijderen? Zorg over privacy doe ik. Wachtwoord opnieuw invoeren. En mijn account definitief verwijderen. Dan geeft hij nog een pop-up of ik het zeker weet. Dan weet ik het zeker. Je account is verwijderd. We vinden het jammer dat je weggaat. En als je dan nu teruggaat naar jouw account, is die nog online. Maar met een gegeven tijd zou je account verwijderd zijn. En we kunnen nu nog even herhalen. Deze pagina is niet beschikbaar. De link waarop je geklikt is mogelijk buitenwerkende pagina. En hij is dus verwijderd. Nou, zo dat met dat te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en tot de volgende keer. Hoi!